Herstelwerkzaamheden wegen Ramgulam vinden voortgang ondanks zware regens. Het weer kan soms voor stagnatie zorgen, maar ondanks de zware regens kan de herstelwerkzaamheden bij de wegen te Ramgulam gewoon door, zegt Brian Blinker, senior technisch medewerker van de sectie planning, voorbereiding en begeleiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Tal van wegen binnen Ramgulam zijn opgenomen in het landelijk bestratingsprogramma 1. In Paramaribo is gestart in het resort Latour Ramgulam. Vanuit omgeving Ramgulam naar de richting Indira Gandhiweg moeten de andere wegen volgen. Volgens de senior technisch medewerker verloopt het project nog steeds vlot en verkeren reeds enkele straten in vergevorderde staat. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.